Dat is gewoon apart. Ja. Maar wel koud. Ja. Wij vinden het leuk om het jaar goed te beginnen. En laten we hopen dat we gezond mogen starten zo het nieuwe jaar hier in Altena. Hoeveel deelnemers zijn er vandaag? Op het moment zijn er rond de 60 deelnemers. En dat is eigenlijk het record, want vorig jaar waren het er 50 en daarvoor waren het allemaal rond de 30. Hoe koud is het water nu? Graad of 6, Marco? Ja, ik zat net op 6 graden, ja. Maar het is iets, ik had hem niet zo lang eronder of in het water hangen mijn computer, maar ik denk een graad of 5 is het wel, hoor. Zijn jullie er klaar voor? Ja, helemaal. We worden lekker koud nu al, dus het verschil met water niet zo groot straks. Hebben jullie al vaker meegedaan? Ja, al een paar keer. Ja. Hoeveelste keer is dit voor u? Is dit de vierde keer? Denk het. De derde keer hier, 1 keer in Scheveningen. Ja, was ook superleuk. Maar dit is ook leuk, hoor. Ja. Er zijn veel mensen vandaag, dus ja, leuk. Hoe was het? Heerlijk. Het was een verfrissend, een verfrissing. Ja, dat is net een koud biertje dat je naar binnen werkt, hè? Dus nee, het is, als je uit de sauna komt en dan in het koude water springt, hetzelfde. Heeft u er al vaker voor getraind, of niet? Nee, helemaal niet. De training niet voor. Het is gewoon leuk. Met oud en nieuw moet je iets, vind ik, gewoon een beetje gek doen, hè? Het is heel koud. Het is echt heel koud. Koud! Goed en koud. Ga je volgende keer weer meedoen, of? Ja. Ja. Maar dan moet het iets warmer zijn. Hebben jullie al vaker meegedaan? Ja, vorig jaar. Vorig jaar. En gaan jullie volgende keer weer meedoen? Ja. Ja, sowieso. Sowieso.